In de vorige video hebben jullie kunnen zien dat wij twee PRE's gingen bekijken. En dat heeft me heel erg veel geleerd. Het heeft me zelfs wel een beetje ontmoedigd. Want ik heb 740 kilometer gereden. En ja, daar had ik toch wel wat minder kilometers voor kunnen gebruiken. Dus dat was wat teleurstellend, zullen we zeggen. Maar... we hebben ook heel erg goed nieuws. En het goede nieuws is, we hebben een sponsor. Echt super gaaf, daar zijn we zo blij mee. Dat is Ruiterhart. Ruiterhart is een webshop en een gewone winkel. In het verleden hebben ze ook KWPN'ers gefokt. En dan wel de springversie, om het zo maar te zeggen. En ze zijn ontzettend hulpvaardig, ongelooflijk fijne mensen. En hebben ze ons ook al heel erg geholpen in het zoeken bij een paard. En ik heb van hun ook een aantal tips gekregen. En die wil ik eigenlijk wel met jullie delen, omdat zeker na gisteren ik toch wat het lastig vind. Ik heb nu een aantal paarden gezien en Ik vind het niet makkelijk. Maar goed, voordat je ergens naar gaat kijken en wil voorkomen dat je 500 kilometer voor Jan Doedel gaat rijden, begin bij het begin en dat is bij de reactie op een advertentie. Ik ben erachter gekomen dat op Marktplaats kan je fantastisch naar paarden zoeken, maar dat wil nog niet zeggen dat degene die op Marktplaats zit ook degene is wie je voor je neus krijgt. Zo was ik gisteren dus bij een marktplaatsadvertentie voor een PRE. En ik heb leuk met het meisje Stephanie heb ik gemaild. En ze heeft daar ook best wel dingen in verteld. Maar ik had echt de indruk dat het paard van haar was. En het paard is helemaal niet van haar. Ik kwam daar in een stal en daar waren ze bezig met een fotoshoot. Wat op zich natuurlijk hartstikke leuk is. Maar waarom is er een paardenfotoshoot? Ik heb het niet gevraagd. Maar ik denk wel dat het een handelaar is en helemaal niet een privépersoon. Het paard waar ik bij kwam te staan voldeed ook helemaal niet aan wat wij zoeken. Ik heb duidelijk in mijn mails aangegeven dat Tessa 8 jaar is en dat het wel de bedoeling is dat zij ook een rondje door de bak kan rijden. En we kwamen bij het paard dat overigens er heel erg mooi uitzag. Alleen het heeft al een verleden. Zo heeft het gevochten met een andere hengst in Duitsland. Kon daar niet blijven staan omdat hij ook niet meer wilde eten na die vechtpartij. Is daar aardig beschadigd ook door geraakt. Wat dan precies de beschadigingen zijn, dat weet ik niet. Maar goed, daar heb ik ook niet naar gevraagd. En vervolgens is hij naar Nederland gekomen. Zou daar voor iemand zijn die de eigenaar was. En ik denk toch dat dat een handelaar is, weet ik niet zeker. En die zou te zwaar zijn voor het paard en daarom moest het paard weg. Stephanie was er zelf ook, maar daar was het paard dus niet van. Ze reed er wel op en was verder een heel lief meisje en ze deed echt wel de best. Alleen de meneer die erbij stond, die was een stuk minder vriendelijk en een stuk minder aardig. En die gaf me ook wel een rot gevoel. Het kan ook zijn dat het een communicatiestoornis is, dat weet ik natuurlijk niet. Zo kan het zijn dat hij dacht dat ik wilde dat Tessa op dat paard zou rijden. Nou, ik zag het paard staan, ik hoorde het verhaal aan. En ik denk, daar gaat mijn dochter dus van zijn levensdagen niet op. Tessa was natuurlijk enorm teleurgesteld. Maar goed, ze had daarvoor gelukkig wel kunnen rijden. Dus ze begreep het denk ik ook wel. Of misschien helemaal niet, maar accepteerde ze het. Dus het is handig voordat je ergens heen gaat, dat je jezelf goed informeert. En ik heb nu een paar vragen die ik voortaan altijd zal stellen, die ik hiervoor dus niet stelde. Ik vroeg natuurlijk altijd wel van, kan er een meisje van 8 op? Is het braaf? Is het gezond? Wanneer is die voor het laatst gekeurd? En dat soort vragen stelde ik natuurlijk allemaal netjes wel. Maar de vragen die je eigenlijk ook moet stellen is het paard van jou? Ik bedoel, als ik dat aan Stephanie had gevraagd, dan had ze gezegd, nee. Tenminste, dat hoop ik. Dan is de vraag, hoe lang heb je het paard? Want nu bleek ook dat dit paard daar pas een paar weken staat. En dat ze zelfs niet weten hoe ver het is in de dressuur. Dus dan noemen ze dat maar zadelmak. En dat ze daar zelf helemaal geen dressuur rijden. Dus daar had ik beter op door kunnen vragen. Dan had ik al wat meer geweten. Kijk, als jij een paard een paar weken hebt en het moet alweer weg. Dan komt dat niet over als een privépersoon. De vraag natuurlijk, waarom verkoop je het paard? Nou ja, in dit geval was dus het antwoord dat de man er te zwaar voor zou zijn. Of dat zo is, daar wil ik geen uitspraak over doen. Dat weet ik gewoon echt niet. Zou best kunnen. En wat ik voortaan ook ga vragen is, waar komt dat paard vandaan? Dus in dit geval had ik dan geweten dat het eerst in Spanje heeft gestaan. Vervolgens naar Duitsland is gebracht en nu in Nederland terecht is gekomen.
Ja, dat vind ik een behoorlijke reis voor een paard. En ik ben geen fokker, ik ben geen handelaar. Maar voor mij als privépersoon op zoek naar een paardje voor mij en mijn dochter. Ja, vraag ik me toch af. Een jong, tenminste het paard was niet jong, het was 11 jaar. In 11 jaar, waarom gaat het van Spanje naar Duitsland naar Nederland? Is het dan een topper? Is het fantastisch bereden? Of is er iets waardoor dat paard steeds van handelaar naar handelaar gegaan is? Het stelt het bij mij, roept het in ieder geval vraagtekens op. Nou ja, dat in ieder geval voordat je ergens heen gaat. Nu had Dennis ook een paar dingen voor mij nog op papier gezet die ik fantastisch vind en waar ik wel echt iets mee kan. Dus die wil ik graag met jullie delen. Ik ben natuurlijk voor Tess op zoek naar een paard en voor mezelf ook. Maar ik wil graag dat het paard braaf is. Nou, een paard heeft in de 4e en zo rond de 8e puberteit. Dus als je een paard ouder koopt dan 9 jaar, heeft hij dus de 2 puberteiten al gehad. En dat maakt het natuurlijk al een stukje makkelijker en zal het paard in ieder geval wat braver zijn. Maar goed, als je daar geen behoefte aan hebt, kun je natuurlijk een jonge paard nemen. Maar in mijn geval is dat heel erg handig om te weten. Ja, ik lees het op, dus af en toe kijk ik naar beneden. Let op het oog van het paard, of het op jou gericht is. Zo zie je dus of het paard communiceert met jou, naar jou kijkt, geïnteresseerd is in jou. In het oog zie je ook of het een doetje is, of dat hij een beetje brutaal is. Nou, dat heb ik de afgelopen tijd wel gemerkt. Je ziet echt wel aan zijn oogjes van, joh, ik heb zin in jou, of ik heb helemaal geen zin in jou. Neem snoepjes mee in je zak, maar laat ze niet zien. Zo trek je de aandacht van het paard en kun je meer van het karakter zien. Bij de PRE's merk ik daar weinig van. Ik heb wel begrepen dat PRE's die uit Spanje komen nog nooit een snoepje hebben gezien. Dat die vaak ook helemaal geen hartvoer gewend zijn. Dus die weten helemaal niet wat een snoepje is. Dus daar kan je dan wel mee staan, maar dan moeten ze dat nog helemaal ontdekken. Bij andere paarden zal het wellicht wel werken. Maar ja, tot nu toe heb ik alleen PRE's bekeken. En ik ga nu over op de KWPN'ers. Dus dan zal ik jullie nog laten weten wat het resultaat daarvan is als je die snoepjes in je zak hebt. Ik heb wel gemerkt toen ik langs andere paarden liep bij die laatste PRE. Dus daar stonden ook gewoon andere soorten paarden, KNWP'ers en nog mee. KWPN'ers en nog een aantal andere. En dan merk je wel dat sommige paarden direct naar jouw zak toe snuffelen en veel interesse in je hebben. Nog een tip was, laat ze altijd een voetje geven of krap de hoeven uit. Zijn ze super braaf, dan weet je dat. Dus dat is dan natuurlijk super om te weten. Lukt het niet in één keer, kan je natuurlijk nog een keer proberen. Maar lukt het dan niet, is het zeker voor mij niet een paard waar ik op zit te wachten. Want Tessa moet het ook kunnen. En als je ze met 8, 9 jaar, of nou ja, 9 jaar en ouder nog moet gaan leren om de hoeven uit te krabben en braaf daarbij te zijn. Ja, dat is misschien toch niet helemaal wat ik zoek in ieder geval. Dan staat er ook nog een tip was, test een paard altijd in de buitenbak. Nou, dat kan soms wel en soms niet. Waarom moet je testen in de buitenbak? Omdat wedstrijden buiten zijn over het algemeen genomen. En dan weet je natuurlijk gelijk in een minder makkelijke omstandigheid hoe het paard reageert. Of het schrikkerig is of juist niet. En ja, dat soort dingen. Alleen gisteren was er een storm. En zo hard dat zelfs de waterkering bij Zeeland, dat daar geen aanhangers overheen mochten. Dus dat was niet helemaal een optie. Het paard heeft wel een stuk buiten gelopen, dus dan merk je ook wel wat. Maar een goede tip wel om als het kan, gewoon in de buitenbak te rijden. En dan nog eentje, onthoud één ding, paard is een vluchtdier. Dus het kan ook wel eens gek doen. Elk paard bokt ook wel eens van vreugde. Nou, dat heb ik zelf ook wel op de Meneesje een aantal keren meegemaakt. Maar natuurlijk vroeger bij mijn eigen paard ook. Dan zijn ze gewoon zo blij. Jee! En dan gooi je ze eventjes die achterbeentjes omhoog. En daar is natuurlijk op zich helemaal niks mis mee. Maar ze mogen niet gemeen zijn. Dit merk je al met het opstijgen. Let op de oren. Altijd naar voren. En het hoofd altijd iets gebogen houden naar de zijde waar je opstapt. Mochten ze dan weg willen schieten, dan draaien ze en krijg je de ruimte om eraf te komen. Dus als het paard met zijn hoofd naar jouw been toe staat, als het dan raar wil doen, dan moet het eerst zijn hele hoofd omgooien om naar jou toe te komen. En dat betekent dus dat het logischer voor het paard is dat zijn kont de andere kant op gaat en dat jij dan ruimte hebt om te vertrekken, mocht dat nodig zijn. En wat ik ook niet wist, maar zeker interessant is om te weten. Wij hebben een budget van tussen de 4.000 en 5.000 euro ergens. Een beetje meer, een beetje minder. En voor het bedrag van 5.000 euro moet een paard altijd al gekeurd zijn. En dat moet nooit op kosten van de koper zijn.
Nou, dat wist ik dus ook niet. Dus ik heb ook al bij een handelaar gestaan. Dat was de eerste. En toen wist ik het ook gewoon niet. En die paarden zijn niet gekeurd. Nou, dan betekent het voor mij wel dat ik daar rekening mee moet houden. Het hoort dus wel. Nou ja, goed. Dat zijn dingen die moet je weten. Het was dus een hele reis gisteren. En ik heb heel erg veel geleerd. Ik ben enigszins ontmoedigd op het moment. Maar goed, aanstaande vrijdag ga ik naar een leuk paardje kijken van een mevrouw die hem al 8 jaar heeft. Die gaat verhuizen, heeft een 40-uurige baan. En een fulltime baan moet ik zeggen. En nu rijdt er iemand anders op. Ja, dat is natuurlijk zonde van het geld. Dus die verkoopt haar paard. En ik ga volgende week maandag ga ik nog naar 2 andere paarden kijken. Maar dat is bij een andere ruitersportzaak. En ik denk dus ook dat dat meer handelsachtig in ieder geval zal zijn. Ik wil niet zeggen dat het handelaren zijn. Maar ja, dat zijn toch dingen waar ik dan wel rekening mee moet houden. Ik denk dat ik zelf meer geneigd ben om toch iemand te zoeken die gewoon zijn eigen paard na een aantal jaren weg doet. Ik ben gisteren ook bij PRE geweest, die gaat na een jaar weg. Maar die mevrouw is een Belgische mevrouw en die heeft ook wel echt een redenering daarachter. Zij staat in Zeeland, vlakbij het strand, super mooie locatie. Alleen heel erg winderig. En zoals je gisteren ook daar merkte, het was natuurlijk al rot weer. Dan staat daar een paard dat de hele dag eigenlijk wel in de wei kan. Nou, veel paarden vinden dat fijn. Maar dit paard heeft 8 jaar lang in Spanje gewoond. En dat is de Nederlandse... En hoe moet ik dat zeggen? Het Nederlandse weer is natuurlijk iets compleet anders dan het Spaanse weer. Dus dat paard dat heeft het eigenlijk niet zo naar zijn zin daar in die stal. Ze hebben wel 2 prachtige boksen hoor en een mooi weiland eromheen. Maar het moet altijd naar buiten toe en je kan wel goed schuilen. Maar ja, het is geen Spanje en er is ook geen makkelijke binnenbak. Er is wel een binnenbakje, maar ja, het is geen Spanje, laten we het zo maar zeggen. Dus ik begrijp wel dat het voor het paard beter zou zijn als die een wat rustigere omgeving kreeg. Ze heeft ook nog een haflinger staan en die heeft er allemaal geen moeite mee. Die vindt het allemaal prima. Dus ik kan me voorstellen dat als de omgeving van het paard niet prettig is, dat je dan besluit, ja weet je, dit is wat ik hem kan bieden en dit vindt hij niet fijn. Dus Tessa die vond het paard, zoals jullie gezien hebben gisteren, fantastisch. Ik heb er een mindere klik mee. Dus ja, ik wil toch nog even verder kijken of we niet een paard kunnen vinden waar we allebei een goede klik mee hebben. En anders gaat Tessa voor. Dan wordt het voor Tessa de klik en voor mij een wat mindere klik. Ondanks dat ik er waarschijnlijk meer op zal rijden, vind ik het toch het allerbelangrijkste dat zij gewoon heerlijk haar rondjes kan doen en lekker kan knuffelen en haar ding kan doen. Dus het was zeer leerzaam. Ik hoop dat jullie er ook iets aan gehad hebben. Laat hieronder achter in de comments als jij nog meer wijze vragen hebt die je van tevoren kan stellen. Of juist tips als je gaat kijken wat je dan het beste kunt doen. Ik zie jullie graag in de volgende video. En bedankt voor het kijken. Doeg!